Appie, dat is één actie. Die kon wel eens heel belangrijk zijn, hè? Ja, het blijkt, ja. We kwamen er heel moeilijk doorheen. Vooral de eerste helft hadden we echt veel problemen, want we het heel klein maken. Maar ik denk dat we uiteindelijk terecht met 2-0 begonnen. Ja, hoe kwam dat eerste helft? Stond er toch spanning of druk op de ploeg? Ja, ik denk wel dat er toch wel wat spanning was. De trainer had er van tevoren al gezegd van geniet er allemaal van, je hoeft niet spanning te voelen. Maar dat hebben we uiteindelijk wel last van gehad. Ga je met 0-0 de rust in? Wat is dan het idee? Ja, het was toch best wel stil in de kleedkamer. Het leek wel alsof iedereen dacht van het gaat niet gebeuren. Maar uiteindelijk heb ik het toch goed opgepakt. Dankzij jouw actie? Ja, onder andere dankzij mijn actie, ja. Nou, hoe moet het volgende week gaan gebeuren bij Den Haag? Die doen nog mee om de vijfde plek, dus dat, wat verwacht je daarvan? We moeten gewoon ons eigen spelletje blijven spelen en dan moet ook Den Haag geen probleem zijn voor ons. Dan speel je volgend jaar misschien in de Eredivisie, maar in ieder geval niet hier. Geeft het jou wel eens te denken als je die sfeer vandaag meemaakt? Dat is toch eigenlijk zonde? Ja, ik heb de sfeer bij de Graafschap ook meegemaakt. En dat was ook helemaal top. Dankjewel. Welke kroeg kunnen we jou vinden aan de dijk? Vandaag bedoel je? Nee, mijn eigen bed denk ik. Dankjewel.